Je zei net al, we moeten heel erg uitkijken, want we rijden hier hoeveel vrachtwagens? 600 vrachtwagens per dag. Ongelooflijk. Ja, vorige week toen waren we in de Milieustraat in Haarlem en ik was daar samen met Richard, want wij waren toen bezig met het vervullen van de droom van Suzanne. En toen stonden we bij het chemisch afval en toen zeiden we tegen elkaar, waar gaat het eigenlijk naartoe? Collega's van mij, de burgers mogen het hier op tafel zetten, de collega's gaan het uitsorteren en dat wordt hier allemaal in de containers om ons heen wordt het gesorteerd neergezet. En ineens in de week komt het afvalenergiebedrijf uit Amsterdam, die komt dat ophalen. En wat gebeurt er dan mee? Ja, dat wordt op een bijzondere wijze verwerkt. Er zijn stoffen bij die anders verwerkt moeten worden als alleen maar verbranden. Oké. En jij bent hier nog nooit geweest, hè? Nee, ik ben hier nog niet eerder geweest. En op jullie verzoek ben ik hier naartoe gekomen om met jullie mee te gaan en te gaan kijken. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, want we zijn nu bij AEB in Amsterdam. Want we vroegen ons af, wat gebeurt er nou met die verf en die batterijen en huishoudelijke apparaten? We belden even naar AEB, we mochten hier meteen terecht. En wat we hier gaan doen, dat weet Rob, de cameraman. En dat staat hier op mijn kaartje. Hoi Saskia. Alweer sta je tussen de troep. Maar nu ben je op het eindpunt van de afvalverwerking gekomen. En wat hier terechtkomt, wordt verbrand of helemaal uit elkaar getrokken. Jij gaat de bunker in, op zoek naar verboden middelen en koperslopen. Leef je uit. Ik heb er al helemaal zin in. Claudia, wat bijzonder om hier te zijn. Hier komen de vrachtwagens met restafval allemaal binnen. Niet alleen uit Amsterdam, hè? Nee, uit ongeveer 22 gemeentes uit de omgeving van Amsterdam. Ja. Dat is Amstelveen, Oudekerk, Haarlem, Haarlemmermeer. Ook uit Monnikerdam en Edam. En hier komt inderdaad het restafval binnen, maar niet het afval waar je het net over had. Het bijzonder afval noemen wij dat, dus het chemisch afval en de batterijen. Dat wordt echt naar een apart depot gebracht, maar daar gaan we straks ook naartoe. Daar gaan we zo meteen kijken. Nu eerst even over al die vrachtwagens. Die komen hier dan binnen en die rijden dan die kant op. En wat gebeurt er dan mee? Ja, ze gaan achteruit parkeren ze in. En dan gaat die, dat hangt er vanaf van het systeem wat ze hebben, maar gaat of omhoog wordt die getakeld en dan valt het afval naar beneden. Of het zit soms ook in balen het afval en dan wordt het er eerst uitgeladen en dan uit elkaar gehaald en gaat het daarna de trechter in. Maar dan komt het uiteindelijk dus terecht in een grote bunker waar al dat afval ligt. En daar gaan we dus straks kijken en dan zie je hoe dat opgepakt wordt en hoe dat gemengd wordt om de goede mix te krijgen, zodat het zo goed mogelijk brandt. En hier zie je dat inderdaad deze chauffeur straks de klep open doet en dan gaat hij omhoog en dan valt het afval in het stortgat. Mogen we, want je zei net al, we moeten heel erg uitkijken, want we rijden hier hoeveel vrachtwagens? 600 vrachtwagens per dag. Ongelooflijk. Mogen niet zomaar overal oversteken. Mogen we nu oversteken, Claudia? Nou, dan kijk ik even naar mijn collega Cor. Ja, wij kunnen nu oversteken. We mogen oversteken. Hey Richard, hoe vind jij het hier? Ja, tot nog toe geweldig. Ik zie van alles wat ik nog niet eerder gezien heb, dus het is erg interessant. Ja, wat geweldig. Jij werkt op de Milieustraat in Haarlem en je bent hier nog nooit geweest. Nee, we doen inderdaad de inzameling voor heel Haarlem en ons afval gaat voor een groot gedeelte hier naartoe. Maar wat er nou precies gebeurt, dat ga ik nu zien, hè. Ja. Daar gaat de grote vrachtwagen, die gaat open. Ik vind het helemaal bijzonder. Het valt eigenlijk best wel mee met de stank. Het stinkt wel, maar het is niet dat het niet te hard is, zeg maar. Nee, het valt heel erg mee. Er wordt natuurlijk ook al heel veel apart ingezameld. Ja. Dus dat valt mee en het wendt natuurlijk ook. Ja. Ja. En jij zei net, ik hoorde jou troep zeggen, maar wij noemen het geen troep, wij noemen het eigenlijk grondstoffen, omdat we zoveel mogelijk al het afval weer om willen zetten in grondstoffen, energie. En dat is ook wel waar het heel erg naartoe gaat, hè? Want je ziet nu dit, maar we zijn nu een fabriek aan het bouwen waar we het afval gaan nascheiden, dus waar die zakken uit elkaar worden getrokken. Want je ziet hier nog veel plastic zit erin, papier, grondstoffen. Mag niet, hè? Nee, dat mag apart. Niet. Nee, dat moet apart. Dat moet je echt apart aan de bron inzamelen. Maar ja, we zijn nog niet zo ver. Met deze installatie gaan we wel heel snel al die scheidingsdoelen voor elkaar krijgen. Omdat gemeentes die willen gewoon in 2020 dat er 65-75% van het afval gescheiden wordt ingezameld. Ja, dat moet je een hele kist. Ik ga heel even kijken, hoor. Want ik wil graag kijken wat er allemaal tussen zit. Zullen we eens even kijken?
Wat een puinhoop, hè? Ja, het is... grondstoffen. Grondstoffen, inderdaad. Wat gebeurt er nu met het afval? Nou, straks zie je... Nou, misschien dat je geluk hebt. Maar er komen straks grijpers naar beneden. Ja. Die pakken het afval op. En dat ga je straks ook zien. Dus het is leuk om straks eventjes wat meer over te vertellen. Het wordt opgepakt, dan wordt het gemengd. Om te zorgen dat je zo goede mogelijke verbranding hebt. Want plastic bijvoorbeeld, dat brandt heel kort en heel heftig. Ja. Dus mengen het met ander afval. En dan wordt het de trechter in. En dan komt het uiteindelijk in de ketels terecht waar het verbrand wordt. Waar kunnen we die kranen zien? Wij gaan eerst de kranen zien zo. Ja. Kom, we gaan naar de kraan. Wow, wat is dit indrukwekkend. Dit is echt geweldig, Cor. Ja, vind je? Ja, voor jou is het dagelijks kost natuurlijk. Ik ben het gewend. Maar dit is ook wel een soort computerspelletje, maar dan in het groot. Dat lijkt een beetje op jou, inderdaad. Inderdaad. Heel veel mist, lijkt het wel. Wat is dat? Het is stof. Het is, er heeft een auto gestort die, die staaft een beetje. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Nee. Maar goed, het ligt erin en we kunnen er weinig mee. Dus, wat vind je ervan als je dit zo ziet, Richard? Ja, mega hoeveelheid afval, hè? Ongelooflijk. Mega grijpers. En dan bedenk ik in één keer dat een klein gedeelte van dat afval waarschijnlijk uit Haarlem afkomstig is. Ja. Hey Cor, ik durf het bijna niet te vragen. Maar mag ik misschien even? Ja, zeker. Ja, mag dat echt? Tuurlijk, dat mag hoor. Nou, wat moet ik doen, Cor? Je ziet links en rechts hier twee stokjes staan. Ja. Ja. Deze gaat hij open, de andere kant op gaat hij dicht. Ja. Zo zakt hij. Ja, naar voren. Ja. En zo gaat hij uiteraard omhoog. Ja. Als we hem even open doen. Dan hebben we de andere kant nog een stok zitten. Dan kunnen we de kraan mee naar voren zetten. En we kunnen de kraan opzij rijden. En dan kan hij met die andere kan hij zakken. Laat hem maar zakken. Oké. Okay. Naar voren toe. Naar voren toe. Ja. Ja, zak maar. Stop vanzelf. Ja, stop die even. Ja, stop vanzelf. Ga maar door. Klein stukje optillen. Nog meer naar die kant? Ja, oh, niet dat. Weer even knijpen. Ja, ik heb wat. En nu kan hij omhoog. Hij stopt vanzelf als hij boven is. Ja, oké. Okay. Gaan we door. Heb ik genoeg opgehaald? Nee, helemaal omhoog. De boven naartoe. Allemaal handdoeken zie ik er. Dat gaat niet over, hè? Nee, dan moet ik die kant. Moet ik die hebben? Ja. Ja. Dan gaan we richting het rechter. En open was naar rechts, hè? Hij mag open, ja. Nou, klassiek, nou. Je weet het helemaal. Ja. Geweldig, wat leuk. Ik ga zo aan de slag hier. Ja. Nou, geweldig, ik ga solliciteren. Maar we gaan eerst even kijken bij het grote vuur. De hoeveelheid afval die wij hier verbranden, dat is zo groot en er kan zo ontzettend veel energie uitkomen. Dat is echt ongelooflijk. Die kraan die je net zag met die grijper, die is goed gewoon voor twee huishoudens. Daar kunnen twee gezinnen het hele jaar door lekker warm van douchen en lekker warm huis hebben. Ongelooflijk, het voelt hier ook al een beetje warm. En hier kunnen we het ook echt zien? Ja, als je hier het plekje openhoudt, dan kan je precies zien, die grijper die je er net goed in hebt gedaan. Die wordt nu verbrand en dat duurt ongeveer een uur of twee. En dan komt het aan het eind, komt het helemaal verbrand, komt het weer naar beneden. En met de warmte maken we dus heel veel elektriciteit, ongeveer een kwart van de Amsterdamse vraag. En heel veel huizen worden daarmee verwarmd. Dus het is echt, er zit hier enorm veel energie in. En we kunnen al het gas, zouden we kunnen vervangen door middel van alle energie die we hier in de stad al gewoon hebben. En die we nu eigenlijk gewoon lozen in het kanaal of in het IJsselmeer. Ongelooflijk. Al die warmte wordt dus gebruikt. Maar hoe werkt dat dan precies? Want als je dus een huis hebt en dan heb je een cv-ketel in Amsterdam. Gaat die cv-ketel dan weg of hoe werkt het? Ja, die cv-ketel die kan inderdaad weg. En we maken dan een warmte-unit. Dus er wordt een unit in het huis geplaatst. Je kan gewoon gebruik maken van de radiatoren of van de vloerverwarming die aanwezig is. En we vervangen eigenlijk de cv-ketel. Dus het gas gaat de woningen uit. En daarmee verdwijnt een fossiele brandstof in de stad Amsterdam en wordt Amsterdam duurzamer.
Dus we brengen eigenlijk de overtollige warmte die in zo'n centrale als deze aanwezig is, die brengen we naar Amsterdam. Die brengen we naar woningen waar mensen lekker warm kunnen douchen. En waar mensen gewoon een lekker warm, comfortabel huis hebben. En dat is heel goed voor het klimaat. Geweldig. Nou, ik begin het langzamerhand een beetje warm te krijgen hier. En waarvoor we hier natuurlijk ook zijn, is voor Richard. En zijn vraag is, waar gaat die verf nou precies naartoe en wat gebeurt daarmee? Nou, daar gaan we eens eventjes naar op zoek. Wij gaan nu op zoek naar verboden middelen. Dit zijn natuurlijk niet verboden middelen, maar die zien we zo meteen. Maar dit is wel chemisch afval, hè Richard? En dat komt van de Milieustraat. Ik kom van de Milieustraat en ik ben eigenlijk een beetje benieuwd waar dit naartoe gaat. Nou, ik ook, want ik ben heel benieuwd. Francine, worden die verfblikken, gaan jullie dat helemaal leeghalen of hoe werkt dat? Nee, dat gaan we niet doen. De verf met oplosmiddelen die verwerken we bij een externe verwerker in het buitenland. En de latexverf die mogen we mondjesmaat mee verbranden in de AEC. Oké, maar dat zien we hier even verderop. Inderdaad. Maar daar wordt natuurlijk nog veel meer ingeleverd. Zeker. Richard, wat wordt er bij jullie allemaal ingeleverd bij chemisch afval? Ja, dat varieert. Het gaat van fotoontwikkelmateriaal tot verf tot geneesmiddelen. Nou, bedenk het maar. Eigenlijk alles wat hier staat komt ook bij ons op het depot terecht. Ja. En dan brengen jullie het dus allemaal hier naartoe? Nee, andersom. Ze komen het bij ons halen. Oh, dat is een luxe. En dan hebben jullie het opgehaald en dan hebben jullie het hier. Hoe krijg je het dan zo al binnen, Francine? Ja, in verschillende verpakkingseenheden. Daar staat wat, hè, volgens mij. Ja, daar staat wat. Even naartoe lopen? Ja, dat kan. We hebben vaten, kratten, grote bakken. Zo krijg je dat dan aangeleverd? In een spa-fles bijvoorbeeld? Jazeker, in een chicken tonight pot. Echt waar? Jazeker. En wat zit erin? Nou, ik denk olie, maar dat gaan we nu even bekijken. Wat, dat weet je dus niet en dan moet je dat eerst onderzoeken wat dat is? Ja, zeker. Ja, we kunnen ons niet permitteren dat er iets in zit wat kan gaan reageren met andere stoffen. Dus we gaan eerst even checken of dat, hoe het er op het eerste oogpunt uitziet, of dat ook is wat we denken dat het is. Ja, ga je gang zou ik zeggen. Ja, want stel dat je dat in het vuur zou gooien. Het gaat niet zozeer om in het vuur, maar het gaat om de weg daar naartoe. Dus het gaat in een grote mengcontainer, die gaat omhoog, die heeft wat hobbeltjes onderweg. En als het stuk gaat, het is natuurlijk gewoon glas, dan kan het gaan reageren met andere stoffen. En dan kun je de meest bijzondere reacties teweeg brengen. Gebeurt het ook wel eens? Nou, we hebben het wel eens meegemaakt, maar we proberen dat natuurlijk zo veel mogelijk te beperken. Vandaar dat we dus echt potje voor potje uitsorteren, om zeker te weten dat er ook in zit wat we denken dat erin zit. Wat een werk, nou. Ja. Zal ik even zien? Ik denk dat het olie is, omdat het wat dikker is en het is donker. Dus dan maken we hem even open in de wand, zodat ik niet met mijn neus erbovenop sta. Wat is dit dan? Dit is een afzuigwand. Ja. En die plaatst de lucht, waardoor ik het niet... Ik kan met mijn neus boven staan zonder dat ik het inadem, omdat de wand zorgt dat de dampen die eventueel vrijkomen afgevoerd worden. Ja. Nou, dit is een oliewaterpapiertje. Als het olie is, dan absorbeert het. En als het water is, dan glijdt het eraf. Nou, zo te zien is dit olie. Oké, en dan? Dit is oké. Deze brengen we naar onze collega's bij de ondergrondse tanks. En die schenken dit. Dan wordt het opgebulkt in een grote hoeveelheid. En dat wordt weer hergebruikt, wordt schoongemaakt. En dat kan best wel zijn dat je dit over een tijdje weer bij het pompstation tegenkomt. Ongelooflijk. Hé, maar we zijn er voor de verf. Richard, heb je ze? Waar lopen we naartoe? We gaan naar het achterterrein, naar onze collega's daar. Nou hebben we verf mee, je hebt latex mee en... Oplosmiddelhoudende verf. Oké. En dat, wat zei je ook weer? Wat moest daar ook weer mee gebeuren? De latex mogen we mondjesmaat bijverbranden in de afvalenergiecentrale en in de hoogrendementcentrale. Ja. Het wordt bijgemengd met het gewone afval door de kraandrijvers en dan mag het verbrand worden. En de oplosmiddelhoudende verf, die wordt door een eindverwerker weer opgewerkt. Dus het blik wordt hergebruikt en de producten vanuit de latex, vanuit de verf ook. Hey, ik had ook nog de opdracht, ga op zoek naar verboden middelen. Ja, wij doen het samen met de landelijke politiedienst, de ontmanteling van drugslaboratoriums. Oh, en, dat is dit? Ja, wij slaan gevaarlijke stoffen op. Oké. In afwachting van het onderzoek, hier achter slot en grendel. Oké. Hey, en we gingen met het blik aan de slag. Ja, die gaan we even op het achterterrein naar onze collega's brengen. Oké. En die gaan er verder mee. Oké. Francine, waar moet nu die verf naartoe? De oplosmiddelhoudende verf die doen we in deze grote gele container. Ja, maar daar komt ook wat aan? Ja, inderdaad.
Dat zijn dan alle blikken? Dat zijn alle blikken verzameld in een ASP en die worden nu gekeerd in een container. Nou hoopte ik zo dat je ook kon zien wat er dan mee gebeurt, maar... Nee, helaas. Dat gebeurt bij een eindverwerker elders. En waar is dat? Dat mogen we niet zelf. In Duitsland, in dit geval. Moeten we toch met NH Leven naar Duitsland? En dat zijn de blikken. Nou, die van jou die mag erbij, hè? Kan je goed gooien? Helemaal goed. Nou, weer een opdracht voltooid. De laatste opdracht die ik heb is ga kopers lopen. Weet jij waar ik moet zijn? Ja, dit is bij onze collega's hier bij het RSC. Gaan we daar naartoe. Hey Robert, dit krijgen jullie ook allemaal bij de Milieustraat binnen, hè? Allemaal monitoren, huishoudelijke apparatuur. Ja, inderdaad. Dit wordt bij ons ook aangeleverd. Burgers komen regelmatig met dit soort goederen bij ons op de Milieustraat. Ja, en ja. Dat wordt dan ook allemaal gedemonteerd? Want nee, dat gewoon... niet gedemonteerd. Het wordt gesorteerd. Gesorteerd. En wij sorteren in 18 verschillende productengroepen voordat het zijn weg naar de eindverwerker vindt. Oké. De belangrijkste wat wij gaan doen is de kabel eraf knippen. Die we later in onze eigen kabelschedder weer kunnen schedderen. En daarnaast halen we wel batterijen uit apparatuur vandaan. Dit is een andere activiteit die we doen. Dit is het pellen van koper, zoals dat heet. Dit zijn dikkere kabels, voornamelijk bedrijfsmatig, die we inkopen. En waarbij de buitenmantel er vanaf gehaald wordt. En waarbij we heel mooi pelkoper krijgen, wat we dan weer afzetten bij de kopersmelters. Dure bakkie zo. Dit zijn dure bakjes. Ja, ja, hele dure bakjes. Ik mag ook koper gaan slopen. Ja, koper schredderen mag je zo meteen. Schredderen, nou ja. Dat vind ik helemaal leuk. Maar kijk, dit zijn kniptafels waar huishoudelijke snoeren op terechtkomen en zeg maar bedrijfsmatige snoeren. En wat we hier doen is eigenlijk het begintraject voor de medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt om ze te laten wennen aan gewoon elke dag werken. En op dit moment werken binnen RSC 75 mensen. En van die 75 staan er nu 64 op de payroll van Milieuwerk. Dus dat zijn mensen die we uit de bijstand of uit de uitkering hebben gehaald. Goed werk, goed. Dit is eigenlijk onze non-verrohoek, zoals we dat noemen. En dit is waar we materiaal of specificatie maken. En dan kan je denken aan koper, aan aluminium, aan zink, aan lood. Allemaal om het heel goed bij die eindverwerker te krijgen, zodat we ook de beste opbrengsten krijgen van dat materiaal. En wat zijn ze hier aan het doen? Ja, dit maar is een aparte opdracht. Dit is John, hè? Ja. Ja. Wat zijn jullie aan het doen, John? We zijn alles uit de verpakking aan het halen hier ook. Want dit is niet goed, dit product? Nee, dat is overjaard en door de fabrikant afgekeurd. Dus, en dat ga je dan helemaal... Helemaal recyclen gaan we dit. Dit wordt nog uit het plastic gehaald, dat wordt recycled, het harde kunststof. De batterijen die erin zitten worden eruit gehaald, printplaatjes. Geweldig. En zo wordt het compleet helemaal recycled voor hergebruik en alles. Alles weer helemaal hergebruikt. Ik zie daar de schredder al staan. Ja. Daar mag ik het erin gaan gooien, hè? Ja. Dus je moet wel heel even je oordoppen op en dan... geef ik de microfoon weer aan je terug. Is goed. En dan moet ik het erin gooien? Dan mag je het erin gooien daarboven, samen met Noureddin. Die snoeren die daar staan? Die gaan de kabelschedder in. Dat heb ik ook weer eens gedaan in mijn leven. En dan komt het eruit en dan? En daar gaat het in een granulator, waarbij op de zeeftafel het koper aan de voorzijde eruit komt. En aan de achterzijde het kunststof granulaat. En beide worden ook weer als materiaal 100% ingezet. Dus hierachter zie je dan het kunststof en hiervoor dan het roodkoper. Dus dit is het zuivere roodkoper. Wat uit de draden is gekomen. En dat kan weer gebruikt worden? En dat kan weer volledig hergebruikt worden. Nou, wat geweldig. Ik vond het echt fantastisch om hier bij AEB te zijn. Wat vond jij ervan, Richard? Ik vond het geweldig. Ik heb ontzettend veel gezien. Ik ben erg, ik vind het heel erg leuk. Fantastisch. Ja. Wat een hoop verschillende facetten en wat veel hebben we hier kunnen zien.
Wil je de foto's en filmpjes zien van wat we hier allemaal hebben meegemaakt bij AEB? Kijk dan even op onze Facebookpagina. Bedankt voor het kijken naar NH Leeft en heel graag tot de volgende keer. Dag!